Deze video gaat over intervallen. In deze video ga ik je uitleggen wat intervallen zijn en we gaan verschillende notaties voor intervallen bespreken. Maar allereerst, wat is een interval? Nou, je ziet hier achter mij een getallijn. En op die getallijn heb ik 3 stukjes met rood getekend. We gaan eerst even naar het middelste stukje kijken. Het middelste stukje begint bij 2 en die loopt tot aan 5. En dit stukje wat je hier ziet, dat noemen we een interval. Dus dat is een stukje van de getallenlijn. En dat stukje van de getallenlijn loopt van 2 tot 5. En dat is dus het interval van 2 tot 5. Voor zo'n interval van 2 tot 5 kennen we een bepaalde notatie. En het eerste wat we gaan doen is even de getallen opschrijven. Dus hij loopt van 2 tot 5. Dus dan doe je 2,5. Zo. En aangezien de bolletjes hier en hier allebei ingekleurd zijn, wil dat zeggen dat je begint bij 2 en je eindigt echt bij 5. Dus 2 en 5 zelf horen ook bij het interval. Dan doe je als notatie 2 van die vierkante haken eromheen. Dat wil dus zeggen, ik begin bij 2 met het interval. Het gaat helemaal door tot 5 en 2 en 5 zelf doen ook mee. Oké, gaan we naar het tweede stukje kijken. Het tweede stukje van het interval, dat loopt, begint bij 6. En daarnaast zie je dat het streepje loopt door, maar bij 8 zit geen stipje. En dat wil dus zeggen dat dat streepje loopt nog oneindig lang door. Dus ons interval begint bij 6, dus we noteren 6. En 6 doet zelf ook mee, want daar heeft het stipje ingekleurd. Dus je doet zo'n haakje om de 6 heen. Maar hij loopt oneindig door naar rechts. We weten niet waar het eindigt. Aan de notatie daarvoor is, dus een komma, en dan doen we een pijltje. En om dat pijltje zetten we ook een pijltje heen. Dat wil dus zeggen, we beginnen bij 6 en 6 zelf doet ook mee. En het loopt nog heel ver door. We weten niet hoe ver, het loopt oneindig ver door. Dus we doen een pijltje en dan ook zo'n pijltjeshaakje eromheen. Oké, gaan we naar de volgende, dat is deze. Dit is even een wat ander geval. Je ziet hier namelijk aan de ene kant het bolletje ingekleurd en aan de andere kant zie je dat het bolletje niet ingekleurd is. Dit interval begint bij min 3 en loopt tot 0. Dus we doen hier min 3, 0. En bij 0 is hij ingekleurd, dus 0 doet ook mee. Dus om 0 komt zo'n vierkante haak. Maar bij min 3 zie je dat het bolletje niet ingekleurd is. Hij is open. Dat wil zeggen dat min 3 zelf niet meedoet. En als iets niet meedoet, dan doen we daar ook zo'n pijltjeshaakje omheen. Dat is dus hetzelfde pijltjeshaakje als wat je daar ziet. En dat noemen we een open haakje. Dus dit interval loopt van min 3 tot 0. Min 3 zelf doet niet mee, maar 0 wel. Oké, ik bespreek even 2 voorbeelden. Eerste voorbeeld zie je hier staan bij A. Noteer en dan staat er 6. Dit betekent kleiner of gelijk aan x, kleiner of gelijk aan 10, als een interval. Dus we hebben nu dit, we hebben geen getallijn, maar we hebben dit en we moeten dat als een interval schrijven. Dus met van die haken eromheen. Nou, hier staat dat de x tussen de 6 en de 10 in zit. Dus 6 en 10 komen in mijn interval. Maar nu is nog de vraag, doen 6 en 10 zelf ook mee? Nou, het antwoord is ja, want er staat kleiner of gelijk aan 6... en kleiner of gelijk aan 10. Dus we krijgen van die vierkante haken, van die gesloten haken, 6,10, want de 6 en de 10 zelf doen ook mee. En nu heb ik netjes dit genoteerd als interval. Gaan we naar vraag B. En bij vraag B gaan we hetzelfde principe doen, maar dan andersom. Dus we hebben nu min 5,7 als interval en we moeten dat noteren met x. Dus we moeten dat op deze manier noteren. Het eerste wat we gaan doen is, we gaan die getallen even zo opschrijven. En dan die pijltjes. Zo, dus dat werkt op dezelfde manier. Hè? Hier staat een 6, daar staat een 6. Hier een 10, daar een 10. Min 5 komt daar, 7 komt daar. Hier zie je kleiner of gelijk aan staan en daar ook. En de vraag is nu alleen nog even, komt hier kleiner of gelijk aan of daar? Of komt het bij allebei? Nou, je ziet hier min 5 tussen zo'n vierkante haak staan. Dat wil dus zeggen dat de min 5 zelf doet ook mee. Dus het mag wel gelijk zijn aan min 5, streepje eronder. Maar hier staat een open haak. Dat is zo'n pijltje, zoals je ze hier ook gezien hebt. En dat wil juist zeggen dat de 7 zelf niet meedoet. Dus hier komt geen gelijk aan teken onder. En nu hebben we deze vraag helemaal netjes uitgewerkt.